Ik haakte laatst op dit kanaal verschillende kleine kawaii knuffeltjes. En wat ik toen eigenlijk al graag wilde, waren van die hele grote zachte knuffels maken. Ik had dat garen toen niet in huis, maar in deze video ga ik dat wel maken. Want... kijk wat ik heb gekocht. Heel veel bolletjes met zachte wol. Echt heel veel. Auw. Niet zo hard. Wat is dit voor frustratie. Je hebt zelfs mijn hele oorbel uitgegooid. Dat was zo overdreven. Oké, nou dankjewel. Ik heb er zelfs nog meer dan deze, maar ze zijn zo ontzettend zacht. Ik heb ze gekocht in een Black Friday deal. Toen kon ik nog niet kiezen welke kleurtjes ik moest hebben, dus dan heb ik er een heleboel besteld. Maar dat is niet erg, want daar gaan we hele leuke dingen mee maken. En we gaan beginnen met de allereerste kleur en dat is de kleur lila. Echt, deze wol is zo zacht. Voelt zo lekker. Ik heb heel erg veel zin om hiermee te gaan beginnen. En ik heb speciaal hiervoor een mega grote haaknaald gekocht. Hij is echt heel groot. Kan er ook super goed mee haken. Zoals je kan zien. En weer, waarom haak ik deze zo ontzettend moeilijk? Nu ik een heel klein stukje ermee heb gehaakt, zie ik dat die gaten eigenlijk ook veel te groot worden. Dan hebben we zo meteen weer dat vulspul er overal doorheen komt en dat het weer helemaal niet mooi wordt. Dus ik ga het toch uithalen. We gaan poging 2 doen, maar dit keer met een haaknaald die voor de helft kleiner is. Een haaknaald die ik gewoon al in huis had. Dus ik heb die haaknaald helemaal voor niks gekocht. Maar die komt vast nog wel een keertje van pas. Kijk, dit gaat een heel stuk beter. De gaatjes zijn nu heel veel kleiner als je dat vergelijkt met net. Denk ik dat dit heel veel mooier gaat worden. En we gaan nu in heel veel rondjes doorhaken. Helemaal rondom. We maken hem steeds net een beetje groter. Totdat we uiteindelijk dit hebben. Dit wordt de bovenkant van het hoofdje. Maar ik ga nog niet vertellen wat ik ga maken. Ik zet hier een steekmarkeerder. Want dan gaan we een heleboel rondes naar beneden toe haken. Het wordt een hele grote bol. Dat is het enige wat ik tot dusver vertel. De rest zie je zo meteen wel. Dit keer doe ik trouwens mijn steken wel een klein beetje anders dan de vorige keer. Kijk, vroeger deed ik het altijd zo. En nu doe ik het zo. Zie je het verschil? Nou, bijna niet. Maar toen ik in de vorige video liet zien hoe andere mensen hun knuffeltjes maakten, toen kreeg ik een heleboel reacties met je moet deze steek gebruiken. Nou, dat kende ik niet. Ik ben dat gaan opzoeken en volgens mij doe ik het goed. En voor de mensen die willen weten waarom je dit zou doen, hele korte uitleg. Schijnbaar worden je steken dan strakker zonder dat je je hele vingers vermoordt. Nou, daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Dus we gaan gewoon op deze manier verder. Het is nog wel een beetje wennen. Doe automatisch de hele tijd die andere steek, maar dat komt vast zometeen vanzelf wel goed. We gaan weer helemaal doorhaken tot beneden, totdat we dit hebben. En ik heb bovenop eigenlijk een klein beetje een gekke punt. Het is wel de bedoeling dat het een mooi rond bolletje wordt. Dus ik hoop maar dat het zometeen goed komt als we hem gaan vullen. We gaan gewoon verder. We gaan over op het wit. En dat wit, dat wordt zometeen de onderkant van het hoofdje. Dus ik verbind de draadjes aan elkaar, die gooi ik er gewoon in. Dan zie je zometeen toch niks meer van als we hem gaan vullen. En dan haken we helemaal door tot het einde in het wit. En dan maken we hem steeds kleiner. En dan laten we dit stukje open. Want we moeten hem zometeen natuurlijk ook nog gaan vullen met het vulspul. Ja, die punten hierbovenop. Dit is echt niet de bedoeling, hè. Ik zit niet zo'n rare inktvis te maken. Zo, hoe noem je dat? Zo'n pijl inktvis. Dat is niet wat ik hier aan het maken ben. Zo'n zeedier trouwens. Nee, niet zo'n lelijk zeedier. Het wordt een heel schattig zeediertje. Let maar op. Een zeediertje heeft altijd iets van vinnen. Die ga ik nu eerst maken, want die moet ik natuurlijk nog aannaaien. Als ik hem weer helemaal ga vullen, dan krijg ik hetzelfde als wat ik vorige keer had met die kitty. Lukt toch gewoon niet? Lukt niet! Dat ik het totaal niet meer in elkaar kan naaien, dus ik ben dit keer heel slim en goed voorbereid. We gaan de vinnen maken. En daarvoor maak ik een heel klein, nou, wat is het, een bolletje? Ik weet niet wat het is. Maar die maken we in ieder geval 2 keer. En voor op de achterkant maken we ook 2 van dat soort bolletjes, maar dan iets groter. En? Weet je wat voor zeediertje het wordt? Nou, ik zal het je vertellen. Het wordt een knuffel die eigenlijk bijna iedereen maakt als ze voor de allereerste keer gaan haken met deze hele grote zachte plusje garen. En dat is namelijk een walvisje. En tot dusver gaat het goed. Behalve dan die gekke punt. Maar misschien komt dat ook wel goed. Dan gaan we nu beginnen aan mijn meest favoriete onderdeel van het knuffeltjes maken. Namelijk het vastnaaien. Echt niet leuk om te doen. Waarom gaat dit niet open? Hoe moet dit open? Ik heb dit nieuw gehaald ook. Want ik dacht als... oh, je moet gewoon draaien. Oké. Never mind. Nou, ik heb deze dus nieuw gehaald omdat ik vorige keer zo liep te klagen dat die oogjes zo klein waren en ik mijn draad er niet doorheen kreeg. Kijk, deze heeft grote ogen. Kijk hoe makkelijk dit er doorheen gaat. Dit is nu al echt een genot. Ik ga die vinnen vastnaaien aan het hoofdje van de walvis. En het naait zo lekker. Ik heb niks te klagen dit keer. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk om dit vast te zetten zo. Zie, je moet gewoon goede spullen halen. Laat dat de les wezen voor vandaag. Ze zeggen natuurlijk ook niet voor niks. Goed gereedschap is het halve werk. Nou, ik kan dat bevestigen. Aan de achterkant zetten we dus die vinnetjes vast die we als laatste hadden gemaakt. Die doen we met z'n tweetjes. En oh, ik begin er nou al een walvis in te zien.
Hij wordt zo lief. We gaan met roze 2 kleine roze wangetjes maken. Dat hebben we vorige keer ook gedaan bij het theekopje. En dat vond ik super leuk staan. Dus dit walvisje krijgt ook van die lieve roze wangetjes erop. Maar voordat ik de wangetjes ga vastnaaien, ga ik eerst heel even kijken waar we de ogen gaan doen. Ik heb speciaal voor deze knuffels hele grote zwarte kraalogen besteld. Maar ik vind het nu al zo lief. Ja, zelfs met punthoofd ben je een heel lief walvisje. Ik ben nu al heel blij. Dus ik hoef hier niet langer over na te denken. We gaan het wangetje er ook op naaien. Nou, dit herhalen we allemaal aan de andere kant. Dus daar doen we ook een oogje in, ook een wangetje op. En dan kunnen we hem gaan vullen. Er gaat een heleboel van dat vulspul in, want deze knuffel is mega groot. En dan nu het moment van de waarheid. Hoe is de punt bovenop zijn hoofdje? Is hij mooi? Oh, kijk nou! Hij is gewoon rondgetrokken. Oh, hij is zo goed gelukt. Hij wordt zo schattig. Je bent het allerliefste walvisje van de hele wereld. De onderkant haak ik nog helemaal dicht, want je moet dat vulspul natuurlijk niet meer zien. En dan is mijn eerste knuffel gelukt. Oh. Ik heb het eens gewoon. Dat heb je snel gedaan. Ja! En hij is zo goed gelukt ook. Nu niet te hard fijn knijpen. Mag ik eens kijken? Nee! Hé, hey, maar even. Hij is lief. Dit is toch serieus het meest lieve van de hele wereld. Hij heeft dezelfde trui aan als ik. Oh, ik ga er nog veel meer maken. Dit is echt het meest schattig van de wereld ooit. Ja, maar niet dan. Ja, zeker. Had je verwacht dat dit zo goed zou lukken? Nee. Ik ook niet. Hoe kan je dat zo snel doen? Oké, we gaan beginnen aan het tweede knuffeltje. En voor het tweede knuffeltje had Emily een verzoekje aan mij. Ze wilde namelijk heel graag een knuffel uit een programma. En volgens mij heet die Molang. Die ziet er zo uit. Dus of ik dat kon maken. Nou, ik ben op internet gaan zoeken voor een patroon hiervoor. Want anders moest ik iets uit mijn hoofd verzinnen. Maar alle patronen die ik vond werden gemaakt met van die hele kleine garen. En als ik dat dus zou maken en ik zou dat hele patroon gaan volgen zoals dit. Dan zou ik dus gaan eindigen met een XXL knuffel. Want het wordt natuurlijk echt meteen 10 keer zo groot. Vind ik ook leuk om te maken, maar daar heb ik niet genoeg garen voor gekocht. Toen vond ik uiteindelijk dit patroon. Nou, ik denk dat als ik die ga maken en dan met deze garen, dat die dan ongeveer het formaat gaat worden, vergelijkbaar met de walvis. Denk ik. Hoop ik. Ik heb net al de 2 oren gemaakt. Ik ben nu bezig met het lichaampje. Is helemaal naar beneden gehaakt. Dan heb ik zo'n hele grote ovaal zoals dit. En dan moet ik nu gaan nadenken over zijn ogen. Als ik kijk naar Molang zelf, heeft hij best wel kleine ogen. Maar ik ben een beetje bang om hele kleine oogjes te gebruiken, want ik weet nog van de vorige keer, dat werd niet zo heel erg mooi. Nou, ik zet wel gewoon eerst zijn oren erop. Die heb ik toch al gemaakt. Misschien dat ik dan beter kan inschatten welke ogen die moet krijgen. Ah, oh, hij is wel echt heel lief met die oren. Is nou 1 oor groter dan het andere oor? Of lijkt dat nou maar zo? Ik heb het idee dat het linkeroor ietsjes hoger is. Maar oké, de oren zitten erop. Dan gaan we nu de ogen bepalen. Nou, dit is wel heel klein. Dit gaan we niet doen. Ja, dan heb ik deze. Die heb ik er natuurlijk speciaal voor gekocht. Maar als ik dat er zo op zie, dan voelt het niet als Molang. Dat is veel te groot. Het is wel schattig, maar het voelt niet als Molang. Dat moet meer dit zijn, denk ik. Ik denk dat dit het goede formaat is. Nou, net zoals de walvis krijgt ook Molang van die hele lieve roze wangetjes. Dat hou ik er gewoon in, want ik vind dat echt mega cute. Kijk, als je dat toevoegt, worden ze zo schattig. Nou, die naaien we erop. Hij begint er nu al leuk uit te zien. Ja, ik heb goede hoop. Dit gaat goed komen. Oké, dan gaan we nu beginnen aan het mondje. Dat doe ik met hele dunne zwarte borduurgaren. Die naaien we er gewoon door. Niet achter mijn wangetje blijven zitten. Die naaien we er gewoon doorheen. En die doen we een beetje zo tussen de oogjes. Oh, ja, dat wordt echt heel leuk. En dan moet hij nog van die voetjes aan de bovenkant en aan de onderkant. Van die hele kleine. Nou, dat gaat ook weer echt super goed zoals je kan zien. Dat is altijd mijn meest favoriete onderdeel. Die naai ik er allemaal op. Ook echt super leuk. En hij moet nog een heel klein staartje aan de achterkant. Ik weet niet 100% zeker of hij dat heeft. Maar kijk nou. Oh, dat staartje is echt heel schattig. Oké, we gaan hem afmaken. Ik ga hem vullen. Want anders is hij natuurlijk heel plat. Dus we stoppen er weer heel veel van dat vulspul in. En dan haak ik hem aan de onderkant weer helemaal dicht. Want dan sluit hij natuurlijk. En dan is dit Molang geworden. Dun, 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 dun. Oh, hij is leuk, hè? Ik heb hem vanmorgen aan Emily laten zien. Die vond hem helemaal geweldig. Dus deze is goedgekeurd. Oké, ik ga er nog meer maken. Ik vind het zo leuk. Knuffeltje nummer 3. En dit wordt ook meteen het laatste knuffeltje dat ik ga maken. Deze 2 gaan weg. Ze zijn zo lief. Ik ga nu iets maken met deze prachtige kleur lichtblauw. En we gaan uiteraard weer hetzelfde beginnen als dat we net ook deden. We maken gewoon weer een hele grote ronding. En dat gaat weer naar beneden toe. Totdat we uiteindelijk hebben zoiets als dit. Het lijkt een beetje op een muts. Als ik hem ook bij mijn walvis op doe. Kijk nou. Hij past echt precies. Oh, dat staat eigenlijk best wel leuk.
Dat brengt me op ideetjes. Kleertjes te maken voor de volgende keer. Maar dat wordt dit nu niet. Dit wordt een eigen knuffel. Geen muts voor de walvis. Met roze haak ik uiteraard weer van die lieve roze wangetjes. En die ga ik zo meteen vastmaken op deze knuffel. Maar dit is overigens iets dat ik zelf bedenk. En ik heb weer zo'n punt bovenop het hoofd. Maar omdat ik nu zelf moet bedenken waar ik ongeveer de oogjes en de wangetjes wil hebben zitten, is dat best wel moeilijk inschatten als die nog niet gevuld is. En dat was dus ook mijn probleem vorige keer met mijn donut. Daar ging het ook een beetje mis. Ik probeer hem een klein beetje te vormen, want ik wil wel dat deze natuurlijk schattig wordt. Dat wil ik altijd. Nou, ik denk dat ik ongeveer hier de ogen ga plaatsen en dan doe ik hier het wangetje. We gaan het gewoon gokken. Laten we hopen dat het goed komt en dat herhaal ik aan de andere kant natuurlijk ook. Ik maak een klein mondje tussen de oogjes. Ik denk dat dat leuk wordt. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar ik wil met mijn knuffeltje wel iets speciaals doen. En ik had bedacht dat het me heel erg leuk leek om deze knuffel een DJ te maken. Vraag me niet waarom, maar hij moet een koptelefoon op. Dus met lila garen maak ik van die hele grote oorwarmers van aan de zijkant. Want het kunnen ook oorwarmers zijn. Je ziet niet zo heel veel verschil. En die naai ik dus ook vast aan de zijkant van het hoofd. Dan ziet het er zo uit. Nou ja, op zich. Ik ga gewoon verder. Met wit maak ik een hele lange sliert. En dit wordt het gedeelte tussen de oorwarmers of de koptelefoon. Weet ik veel wat het is. Want het moet natuurlijk aan elkaar vastzitten. Waarom ik dat niet ook met lila heb gedaan, weet ik niet. Ik dacht dat dit leuk werd in het wit. Dus die naaien we er gewoon op. En dan is dit ongeveer hoe zijn hoofdje eruit komt te zien. Nou, we gaan hem gewoon vullen. Wordt vast leuk. De onderkant haak ik uiteraard weer dicht. Zodat het weer één grote ronde bol wordt. En dan ga ik daar zo meteen de rest aan vastmaken. Maar hij is in ieder geval dicht. En het lijkt nu meer op een ballon. Maar het wordt geen ballon. Ik zal je vertellen wat het wordt. Het wordt een octopus. Dus ik ga nu de poten maken. Die moeten er nog aan de onderkant aankomen. En ik denk als die er aan zitten, dat die echt super schattig wordt. Dus ik doe de onderkant van het pootje in het wit. En dan doe ik de rest in dezelfde kleur als het lichaampje. Dus in het lichtblauw. En dan is dit hoe zo'n pootje eruit komt te zien. Hij wordt wel groot, maar wel schattig. Het enige vervelende is als je een octopus maakt, is dat hij niet één been nodig heeft. Deze heeft namelijk 8 nodig. Dus ik moet deze nog 7 keer maken. Want ja, zo is hij natuurlijk. Dus zijn we er een rammelaar van maken. Kijk, hij lijkt op zich ook wel op een rammelaar. Nee? Nee? Ja, oké, dan moet ik helaas echt nog 7 van die poten maken. Dus geef hem even een paar uur. Dat is eigenlijk niet leuk vind hier nu aan. Dat ik nu zo vaak hetzelfde moet zitten doen. Maar goed, verstand is op nul. We gaan gewoon heel veel van die benen maken. We maken er een tweede bij. We maken er een derde bij. Een vierde. We hebben nog een vijfde gemaakt. Een zesde. En jongens, ik heb een probleem. Mijn bol is op. Kijk, dit is alles wat ik nog heb in het blauw. En dat is niet het enige. Dit is alles wat ik nog heb in het wit. Dit is het. Nou, dat wit is misschien nog genoeg, maar dat blauw ga ik het echt niet mee redden. En dan heeft hij zometeen 2 verschillende poten in een andere kleur. Dat vind ik ook raar. Weet je, ik laat hem denk ik maar gewoon bij 6. En terwijl ik aan het stoeien was met deze poten, kwam Mila in de tussentijd binnenlopen en die zei, ik denk dat ik hem leuker vind als hij geen mondje heeft. En ik zit heel lang nu naar deze knuffel te kijken. Lang twijfelen. Maar ja, ik ga gewoon doen wat zij zegt. Over het algemeen weet zij het altijd goed. Ik ga het mondje eraf knippen. Geen weg meer terug nu. Ik heb erin geknipt, dus hij moet er nu wel uit. Als hij nu minder schattig wordt zonder het mondje, dan hebben we de beelden nog. Ja? Maar zo ziet hij eruit zonder het mondje. Nou, ik denk dat Mila wel een punt heeft. Hij was ook schattig met, maar dit is ook leuk. Oké, maar terug naar mijn benenprobleem. Ik heb er nog steeds maar 6. Ik moet nu gewoon gaan kijken hoe ik dit moet gaan oplossen. Dus ik leg ze er allemaal omheen om te kijken hoe het staat. Nou, het zijn toch genoeg poten. Bestaat er een octopus met 6 poten? Nou, het enige wat ik op internet kan vinden is dat ze normaal gesproken 6 armen hebben en 2 benen. En dat er geen enkele bestaat met 6 poten, dat is in ieder geval heel zeldzaam. Dus mijn inktvis is gewoon heel zeldzaam. Hij is gewoon zijn 2 benen kwijtgeraakt. Kan hij ook niks aan doen. Ik haak alle poten aan elkaar vast en zorg dat ze in een grote cirkel komen. Zodat ik die zometeen aan de onderkant van het hoofdje kan gaan bevestigen. Dan zitten in ieder geval alle poten wel bij elkaar vast. Dat hij er dan al 2 minder heeft, is hartstikke zielig. Maar dan heeft hij in ieder geval nog wel allemaal op de goede plek zitten. Alle 6 die nog heeft. Die naai ik dus vast aan de onderkant van het hoofdje. En dan is dit mijn DJ Inktvis oorwarmer met 6 poten geval geworden. En Mila doet... Oh, ja, dat miste gewoon, hè? De pootjes. Nu is hij echt heel schattig. Maar ik vind deze nog steeds wel het liefst. Nou, ik weet het niet. Ik wel. Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is ook zacht. Moet je hem eens met een knuffelen? Ik vind deze het liefst.
Waar moet je ze met hem knuffelen? Hop, ik neem ze alle drie. Doei! Ja, de inktvis werd in ieder geval helemaal leuk toen hij ze 6 poten kreeg. En dat het er maar 6 zijn. Ach, hij is gewoon echt heel leuk zo. Ik vind mijn knuffeltjes super leuk geworden. Ik had niet verwacht dat ze zo ontzettend goed zouden lukken. En met deze garenhaken, jongens. Oh, het was echt een genot. Ik heb er echt van genoten. En ik vind het resultaat heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd welke jij van deze drie het allerleukste vindt. Laat maar weten hier beneden in de reacties. Dan was dit weer deze video. En dan zie ik jou hopelijk volgende week weer terug bij een nieuwe video. Doei doei!